volgende namiddag in over. De Achterhoek, zo'n 80 jaar geleden. Het is een vertaling van het nummer Promised Land. En dat betekent het beloofde land dus. En wie kan er beter over de Achterhoek vertellen? Als een maskraver die van deur naar deur trok met zijn spulletjes te verkopen. En als op de boerderij aan de boerinnen Charlotteel verkocht had, dan wordt het meteen aangepast, want dat snap je zeker wel, dat niet. En zo'n maskeromer hier in de Achterhoeks. Kiss your skill. Zo'n 80 jaar geleden, die kan er geen steek vervoeren. Zo'n de grote oude hoer. Geregeld op zijn tijd kwam hij in de buurt. Zijn vader ging er niet verhuurd en hij weer naar de buurt. Hoe hij aan zijn handel kwam, dan nam hij het niet zo nauw. Die had van alles bezig, maar Charlotte had de goede touw. Toen de tijd aan hem in de kraalt, maar hij was een wandelende boel. Met hem al op de vrouwstoel, sprak hem aan de Achterhoek. Dus ik denk, ik sloot er een aan de hand. Maar toen ik aan een neertje vroeg of ze met die band begon, zei ze, ik blijf maar liever hier, ik alleen in de bieter gegaan. Ik wou via steenderen naar de droomkasten weer. Maar alles stond blank, ik kon niet bieter en ik dacht, ze ruggen maar weer. Ik denk dat is ook niet zo slim. Ik bleef dat ik nou doe zo'n stoel. Ik bleef aan de goede kant van de diesel. Ik bleef in de Achterhoek. Ik luidde toen naar Winterswijk, dicht bij de Duitse grens. Zo'n dampenbrenners aan de hak te slaan, het was die liefste wens. Maar de doel was een man getrouwd was, gaf mij een baan.